Dames en heren, het is weer zover. Welkom bij de Schaatstaxi. De show waarin elke aflevering een interviewer al vragend een schaatser naar zijn bestemming brengt. Een interview voor onderweg. Hoe is het met je schouder nu? Ja, gaat wel goed. Het is... Hij is echt een stuk beter gegaan dan na het NK. Toen had ik er nog best wel veel last van. Maar nu reageert hij best wel goed en heb ik eigenlijk heel weinig last ervan. Hoeveel kan zo'n schouder hebben nu? Ik bedoel, schiet hij snel uit de kom, ook in privé situaties? Of moet er echt een flinke klap op komen? Nee, er moet echt een flinke klap op komen. Ondertussen heb ik er alleen een beetje last van als ik wat dingen aan het tillen ben of dat ik mijn hand eruit trek. Dus laat al het tilwerk aan je vriendin over? Nou... Ik ontwijk nu de tildingen, dus die komen voor na het seizoen zal ik alles omhoog moeten tillen ongeveer. Dan moet ik het inhalen voor. Ja, dat denk ik wel. Hoe lang ben je al met de samen? Sinds april woon ik nu met de samen. Gaat het goed samen op lange baan, schaatsen en een shorttrekker? Ja, gaat uitstekend. We begrijpen elkaar wanneer we ergens naartoe leven. En voor haar was natuurlijk het KKT heel belangrijk. En voor mij waren de OKT in Kolomna en Turijn heel belangrijk. En dan leven we er gewoon eigenlijk samen naartoe. En dan, de ene keer lukt het, de andere keer niet. Maar dat begrip onderling, dat is heel, zijn we heel blij mee allebei. Dat werkt ook wel met z'n tweeën. En jullie hebben ook een van de meest kleurrijke coaches in Nederland, om Jeroen zo te beschrijven. Is dat leuk trainen onder, hè? Ja, dat is echt... Hartstikke gaaf, want hij verzint elk jaar verzint hij wel weer iets nieuws wat je scherp, wat je fris houdt. Die echte motivatie, waarom doe je het nou? Waarom sta je elke dag op die ijsbaan? Dat haalt hij telkens in je naar boven en daar word je heel erg bewust van. Dan ga je gewoon elke dag weer door die muur heen als het moet. Het klinkt alsof je topsport eten, leeft en slaapt. Is dat echt wat je in het leven bijna alleen maar bezig had? Nou, ik vind sport gewoon ontzettend mooi. En dat is niet alleen mijn sport, maar ook andere sporten. En ook andere sporten die niet op de winterspelen staan. Maar ik vind gewoon het sport volgen, vind ik echt... Ja, dat vind ik mooi en dat houdt mij bezig. Maar dat vind ik ook mooi om te zien bijvoorbeeld in een in Tielf, in de krachtruimte. Om daar te zien hoe andere sporters met hun sport bezig zijn. En dat ik dat zelf, dat leventje ook mag hebben. En dat ik mezelf elke dag weer mag helemaal kapot rijden, dat vind ik alleen maar mooi. Gaat het goed met de relayploeg bij jullie? Ja, gaat zeker goed. Maar nog niet goed genoeg hoor. Nee? Nee. Dan moet ik die Russen verslaan. Dan moeten we de Russen verslaan en iedereen nog meer verslaan. Er zitten gewoon mogelijkheden in en wij willen zelf heel graag. En wij willen zelf die perfecte race, die perfecte relay. Daar neerleggen in Sochi. Geeft die druk van buitenaf. Ja, dat kan iedereen wel op ons leggen, maar wij willen het zelf zo graag dat die druk niet zoveel uitmaakt eigenlijk. En we zijn met bepaalde dingen bezig om het echt optimaal te gaan maken. En dan lukt het bijvoorbeeld bij het EK weer net niet in die finale. En dan baal je er gewoon enorm van. Ja, emotie hoort ook bij topsport. Ja, die emotie dat hoort bij de topsport. En dat is juist ook het mooie wat de sport ook zo mooi maakt. Waar ook een heel land van kan genieten. Wat wij hopen natuurlijk op de Spelen te gaan meemaken. Ben je ook zo gepassioneerd? Ja, ik laat het altijd wel minder zien. Maar ik ben wel zo gepassioneerd en ik kan wel echt helemaal uit mijn dak gaan. Wat doe je als je niet aan het schaatsen bent? Ik studeer nog naast het schaatsen. Ik doe de Randstad Topsport Academie in Deventer. Uiteraard. Uiteraard. Ja, ik ben bijna klaar. Dat keuzeonderdeel dat moet gedaan nog worden. En dat wil ik na dit seizoen wil ik dat op gaan pakken. En het dan afronden voor de zomervakantie, zodat ik ook afgestudeerd ben. Maar ik wil wel blij ben met de komst van Randstad in het shorttrack. Ja, dat vind ik mooi. Dat we eindelijk een mooi platform hebben waarop we kunnen presteren. En waarop we kunnen laten zien dat het hoe mooi de sport wel niet is. De mooie acties, het interactie op het ijs, het tegen elkaar rijden. Dat vind ik mooi om dat uit te dragen. En dat hoop ik dat iedereen dat gaat zien. En
ik heb het idee dat Randstad ook ons heel erg waardeert om wat wij doen en waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Dat geeft wel echt heel veel voldoening ook om van zo'n sponsor echt het gevoel te krijgen omdat je dat je speciaal bent voor hen. Daar ben ik heel blij mee.